Werner Kiwasen is vandaag geïnstalleerd als bevelhebber van het Nationaal Leger. Op 1 april 2022 nam Kiwasen de waarneming in deze functie over van kolonel Henry van Axeldongen, die zelf ook waarnam in de functie, maar toen met pensioen ging. Kiwasen haalde bij zijn installatie aan dat de regering op hem mag rekenen dat hij samen met alle mannen en vrouwen binnen de defensieorganisatie zal blijven werken aan een veilig klimaat voor de ontwikkeling van de Surinaamse natie. Het leger zal vanuit haar verantwoordelijkheid blijven optreden, want de dreigingen blijven op het land afkomen. De grenzen zijn nog steeds zoals wij die hebben overgenomen van de ex-kolonisator in 1975. Geen millimeter behoort toe aan een ander land. Nog illegale immigranten, nog illegale vissers komen onze natuurlijke hulpbronnen plunderen om vervolgens te verdwijnen zonder dat Suriname er iets aan heeft. Absoluut niet. In een recent uitgekomen rapport van CARICOM Impacts blijkt dat er een behoorlijke toename is van meldingen vanuit de regio voor wat betreft in beslagname van drugs en chemische substanties voor de aanmaak van synthetische drugs. Ook Suriname blijft niet bespaard van drugstransporten en alles dat daarmee gepaard gaat, zoals corruptie en witwasserij. Andere traditionele dreigingen zijn mensensmokkel, contrabande en illegale visserij. Hierbovenop hebben we ook nog het feit dat Suriname in de top 10 landen is die vanwege de zeespiegelstijging te maken zal hebben met verzilting en overstromingen van onze kustvlakte. Juist het gebied dat onze center of gravity is. Zonder dit gebied zal Suriname sociaal en economisch verder bergafwaarts gaan. Minister Krishna Kumari Matura van Defensie zegt dat met de installatie van Kiwasen als bevelhebber de speculatie, onzekerheid en twijfel nationaal en internationaal zijn weggemaakt. Het aansturen van het leger onder de hedendaagse omstandigheden is een grote uitdaging, meent de bewindsvrouw. Als land zijn we bezig ons te ontworstelen uit een diepe crisis op vele fronten. Ook wij ervaren afgenomen werkethiek, demoralisatie, dalende koopkracht, minder ruimte voor investeringen, achterstand in onderhoud, om maar enkele van de zaken te noemen. Terwijl we dit ervaren, zien we een verschuiving met betrekking tot de inzet van legers. Het gaat niet meer alleen om paraat te zijn, om een militaire tegenstander te verslaan, maar om een integrale aanpak en continu inzet van militairen voor veiligheid, stabiliteit en humanitaire interventies. President Chandrika Persat Santokhi wees erop dat de functie van bevelhebber niet voor ieder is weggelegd, omdat het bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Volgens de bestaande wetgeving moet de bevelhebber erop toezien dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit gevrijwaard zijn van enige vorm van aantasting. En zoals in de wet Nationaal Leger van 1996 vermeld, dat de ondersteuning aan het bevoegd gezag ten alle tijde gewaarborgd is. En ik heb twee keer vandaag hier gehoord van twee verschillende sprekers. Laat vandaag dat ook de laatste keer zijn dat ik dat hoor. Dat politiek bevelhebber benoemd. Het is het bevoegd gezag. En dat bevoegd gezag, dat moet ten alle tijde ondersteund worden. En het bevoegd gezag rekent ook op die ondersteuning onder alle omstandigheden. Volgens Santokhi moet het leger in tijden van calamiteiten paraat staan om haar burgers en de essentiële infrastructuur intact te houden. Deze zware verantwoordelijkheden gaan gepaard met kennis, gedrevenheid, slagvaardigheid, toewijding en wijsheid. De samenleving moet ten alle tijde kunnen rekenen op bijstand van de bevelhebber, besloot Santokhi.